Beste museumbezoeker, mooie Keetje is rond 1807 geboren in Oosterhout en nog steeds een begrip in Oosterhout. Mooie Keetje kunt u zien met een standbeeldje aan de Mathildestraat en haar geschiedenis is leuk om even te vertellen en dat willen wij dan ook bij deze graag doen. Ze is in Oosterhout een begrip, Mooie Keetje. De veelgeprezen schoonheid van de 19e eeuwse Oosterhoutse herbergierster spreekt nu, begin 21e eeuw, nog steeds tot de verbeelding. Zij speelde een hoofdrol in een van de verhalen in het 19e eeuwse boek Camera Obscura van schrijver Nicolaas Beets alias Hildebrand. De werkelijke naam van Mooie Keetje was Anna Cornelia van der Made. Ze werd op 24 mei 1807 gedoopt. Haar precieze geboortedatum is niet duidelijk. Ook de juiste plaats van haar geboorte is niet helemaal duidelijk. Sommige bronnen noemen Hotel de Koppelpaarden, dat eens op de hoek Mathildestraat Leijsehoek heeft gestaan. Dat is op de plaats waar nu de meubelwinkel van Victor Broeren staat. Vraag is of dat mogelijk is, omdat volgens de thans bekende gegevens in 1830 hier nog een boerderij heeft gestaan. Dat pas vanaf 1833 tot het hotel De Koppelpaarden werd verbouwd. Andere bronnen noemen de herberg van Gent en Loos als haar geboorteplek. Deze stond naast vernoemd logement, maar dit gebouw is met de aanleg van de Mathildestraat afgebroken. Opmerkelijk hier is dat Keetjes ouders, Johannes van der Made en Anna Cornelia de Raad, pas op 13 december 1822 het logement van Gent en Loos kochten. Keetje was toen al 15 jaar. Het zal dus nog wel even een mysterie blijven waar Keetje precies geboren is. In 1830, op haar 23e, nam zij het logement en tapperij van Gent en Loos van haar ouders over. In die tijd was je pas meerderjarig met je 25e. Keetje was dus nog minderjarig toen ze eigenaar werd. Waarschijnlijk was dit noodzakelijk door de handicap van haar vader, die een verlamde rechterhand had. Mogelijk was ook zijn gezondheid niet meer zo goed. Hij stierf in 1835 op 59-jarige leeftijd. Keetjes overname was hele verantwoordelijkheid, want ze had daarbij dus ook nog de zorg voor haar ouders, die in het logement bleven wonen. En het kon er toen al ruig aan toegaan in de tapperij, zoals tijdens de jaarlijkse kermis. Getuige de belofte van Keetje dat ze zou zorgen voor nieuwe ruiten als er weer een fikse ruzie was geweest. Waarschijnlijk bleef haar moeder wel actief meewerken in het hotel. In de overlijdensakte van Keetjes vader in 1935 wordt immers vermeld dat haar moeder van beroep topster is. Mooie Keetjes haar doopnamen waren Anna Cornelia, maar haar roepnaam was Kee of Keetje. In die tijd was het heel gebruikelijk dat mensen bijnaam hadden. Vaak wist men niet eens de normale naam en was alleen de bijnaam bekend. Dus toen Kee zich in de loop der jaren ontpopte tot een blijkbaar zeer mooie jonge vrouw, was de verandering in Mooie Keetje niet meer dan logisch. Een van de personen die Keetjes landelijke bekendheid heeft gegeven is Nicolaas Beets. Nicolaas werd in 1814 geboren in Haarlem en was dus 7 jaar jonger dan Keetje. Toen hij haar leerde kennen, was hij student theologie in Leiden. Zoals zoveel studenten destijds was ook hij soldaat-vrijwilliger voor het Hollandse leger tijdens de Belgische opstand van 1830 tot 1839. Deze Leidse studentsoldaten noemden zichzelf de Leidse jagers en vormden een kleine eenheid die diverse malen werd ingezet. In 1832 was deze eenheid een aantal maanden in Oosterhout gelegerd. En vermoedelijk viel hij als een blok voor Mooie Keetje. Onbekend is of zij zijn liefde heeft beantwoord, al lijkt dat niet waarschijnlijk. In 1832 was Keetje 25 jaar en je mag aannemen dat ze toen de net 18-jarige Nicolaas nog te jong vond voor een liefdesrelatie. Hij was vermoedelijk een van haar vele aanbidders. Bovendien had ze het erg druk met het runnen van haar logementtapperij die ze pas 2 jaar onder haar hoede had. Maar de jonge Nicolaas Beets was erg onder de indruk van haar.
In 1839 bezocht Beets nogmaals Oosterhout en heeft opnieuw contact met Keetje gezocht. Dat heeft hij met lyrische dichterlijke woorden beschreven onder het pseudoniem van Hildebrand in zijn boek Camera Obscura. Keetje, het fijnst besneden bekje van alle Noord-Brabantse meisjes die ik gezien heb. En dan die grote, blauwe ogen met die doordringende opslag. Als zij lacht, ontplooit zich een rij van gelijke tanden die ooit tussen rozenrode lippen hebben uitgeschenen. Als je dat opschrijft, dan ben je toch wel verliefd. U heeft nu het eerste filmpje gezien waarin mooie Keetje als kleine meid opgroeide en ronddartelde door Oosterhout. In het tweede gedeelte ziet u hoe zij als volwassen vrouw door Oosterhout liep, hoe ze werkte en woonde in Oosterhout en hoe zij het logement van haar moeder overnam bij Hotel Hildebrand. De verhalen over haar preutse karakter ten spijt gaat er toch een verhaal dat de ongetrouwde Keetje een koninklijke relatie heeft gehad met een van de prinsen van Oranje, de latere koning Willem II. De prins logeerde geregeld in het toenmalig hotel Huis ten Del in Raamdonksveer. Van daaruit bezocht hij vaak het logement van Keetje. Al snel ging er in het dorpse Oosterhout het gerucht dat Keetje het liefje van de prins was, een prinsenlief. Ook toen hij eenmaal koning was, bezocht hij haar nog geregeld. Welkom, kleine koninklijke hoogheid. Komt u binnen. Naar verluid ergerde de Oosterhoutse notabel Wees Smits zich dusdanig aan de relatie van Keetje met de koning, dat hij haar wilde terechtwijzen. Mejuffrouw, mag ik u op grond van mijn leeftijd een bemerking onder het oog brengen? Wel nu. Niemand kan twee heren dienen. Het antwoord van Keetje was: meneer Smits, ik doe zoals u en elke ander ordentelijk mens. Ik dien God en den koning. Is dit dan toch Keetjes bekentenis dat ze echt een koninklijke relatie had? Ook de latere koning Willem III heeft Oosterhout bezocht en contact gehad met Keetje. En Willem III stond bekend om zijn vele buitenechtelijke affaires en seksuele escapades. Of kwam hij hier toch alleen maar op de koffie? Feit is dat Keetje van Willem III in 1870, ze was toen al 63 jaar, een gouden ketting cadeau kreeg. Het logement aan de stafferij van Bert en Loos van Moeie Keetje lag langs de handelsroute tussen Parijs en Amsterdam. Deze verharde weg was een opdracht van Napoleon tussen 1809 en 1820 aangelegd. Hij liep in Oosterhout over de Bredaarse weg, via de Heuvel, de Arendstraat en de Kerkstraat, over de Leijsehoek naar de Veerseweg, richting Raamdonksveer. De meeste paden in die tijd bestonden nog uit zandwegen, die 's winters veranderden in onbegaanbare modderpaden. Het logement van Vagent en Loos van onze Keetje lag aan deze weg. De verharde weg trok daarin veel mensen, zoals handelsreizigers en soldaten, die deze plek passeerden en, al dan niet aangetrokken door de charmes van Keetje, verbleven in haar logement en tapperij. De zaken gingen goed en Keetje besloot om haar logement uit te breiden. De 6 kamers werden er 11 en er kwam een nieuwe keuken. Vanaf die tijd veranderde het logement in een hotel. Keetjes combinatie van schoonheid en hartelijkheid heeft er zeker aan bijgedragen dat haar logement aan tapperij druk werd bezocht. Zelfs toenmalig burgemeester Gerscher en de directeur van het Telegraafkantoor namen na hun benoeming in Oosterhout hun intrek in het hotel van Keetje. En dat terwijl het naastgelegen hotel De Koppelpaarden veel luxer was. Zetten ze haar charmes bewust in voor de verdiensten van haar logement tapperij. Tot op vrij hoge leeftijd bleef ze werken in haar hotel. Maar in 1885, op 78-jarige leeftijd, verkocht ze haar hotel aan Ene Sips. Het hotel werd getuige in bericht uit de Nieuwe Brabantse en Oosterhoutse Courant van oktober 1885 flink verbouwd. De stalling, die gedurende de Belgische opstand was vergroot ten behoeve van de paarden van de hoofdofficieren, werd afgebroken.
Daarvoor kwam een nieuwe concertzaal voor de liedertafel Aurora. Een zaal die ruimte bood aan maar liefst 400 personen. De nieuwe eigenaar kende natuurlijk de geschiedenis van Keetje en wilde de naam van zijn hotel veranderen in Hotel Hildebrand. Hij heeft Nicolaas Beets hiervoor om toestemming gevraagd. Die toestemming volgde schriftelijk, maar daarin de wens dat hij Keetje graag nog een keer zou zien. Die wens zou een jaar later in vervulling gegaan. 6 juli 1886 kwam de toen 72-jarige Beets per postkoets aan in Oosterhout. De 79-jarige Keetje had naar verblijf speciaal voor hem haar Brabantse muts met geplooide slippen nog eens opgezet. Ze had dus ook op haar oudere leeftijd nog steeds haar gevoel voor humor behouden. Maar Hotel Hildebrand was maar een kort leven beschoren. In 1898 werd het hotel weer opgegeven. Tante Kee heeft dit niet meer meegemaakt. Ze kreeg in 1885 een kamer in het tegenovergelegen Sint-Jozef Gasthuis om daar haar oude dag te slijten. Daar overleed zij op 17 mei 1895, een week voor haar 88ste verjaardag. Het is opmerkelijk dat mooie Keetje, een eenvoudige 19e-eeuwse herbergierster, nu, begin 19e eeuw, nog steeds een belangrijke rol speelt in het Oosterhoutse historisch erfgoed.